We beginnen in Utrecht, want daar is Evelien op weg naar 3FM-DJ Domien Verschuren. Sinds 2016 heeft hij een vaste plek op 3FM in de ochtend tussen 6 en 9. En ook zit hij al een paar jaar in het glazen huis. En niet onbelangrijk, Domien kijkt stevast elke zaterdag naar eigen huis en tuin. Hi Domien. Ik heb zometeen een afspraak bij mij thuis met het team van Eigen Huis en Tuin. En wat je moet weten, ik ben echt groot fan van Eigen Huis en Tuin. Wow. Wat leuk om jou te ontmoeten. Kom in Utrecht. Jij komt natuurlijk net uit de studio. Ik ben net afgestoomd en uitgeblazen. Ik heb je gehoord. Was leuk? Ik vind het echt heel leuk. Ja. Ja, ik ben echt fan van jou. Ik ben blij dat jij er bent, want ik kijk altijd naar jou. Is het echt waar? Echt waar. Oh, dat vind ik ook heel fijn om te horen. Iedere zaterdag ben ik erbij. Leuk. Welkom. Ja, ik vind het echt zo'n leuk huis. In het schattigste huis van Utrecht. Ja, echt. Lief, hè? Luikjes ook aan de buitenkant en die heg. Het lijkt wel een beetje Engeland. Ja, het is echt ook precies waar we opgevallen zijn toen we hier wonen. Wat is dit? Ja, dit is eigenlijk een verwijzing naar onze gedeelde liefde voor Disneyfilms. En het heeft ook te maken met de eerste bijbaan van mijn meisje, van Carolien. Die heeft namelijk 6 maanden in Disney gewerkt. Oh, echt? Als character. Niet? Ja. En hoe lang zijn jullie nu samen? Nu meer dan 10 jaar. Meer dan 10 jaar? Ja. Jeetje. Nou, dit is dan mijn eyecatcher, hoor. Deze kast. Ik ben heel blij dat die staat. Ja. En maar er mist niet een dakje of zo. Nee. Ga je nou klaar over mijn kast? Nee, maar ik denk misschien even. Heb je nou commentaar op mijn kast? Of er nog ergens iets is wat daar bovenop. Dit is precies wat die moest zijn. Ja. Hey, en deze? Dit was 2007. Toen won ik de Marconi Award. Belangrijkste radioprijs van Nederland voor aanstormend talent. Cool. Echt belachelijk. Wanneer ben je ermee begonnen, radiomaken? Toen was ik 6, dus ik ben nu 29. Echt? 23 jaar geleden, ja. Ja, met zo'n My for Sony, met zo'n microfoontje eraan. En die ging door het huis sjouwen. Schattig. Ik laat je de rest even zien. Ja, leuk. Welkom in mijn hockey. Dit is mijn werkkamer. Ja, en hier, het is... Dit zijn voor mij zulke belangrijke lijsten. Dat snap ik. Dit was mijn eerste keer glazen huis met Koen Gerard. En dit was mijn tweede keer glazen huis met Paul en met Giel. Ja. Maar dit zijn wel echt heel belangrijke momenten voor me geweest. Hè. Wat is dit dan? Matt Simons, With You. Mijn enige gouden plaat die ik ooit gekregen heb. Je had een liedje in Goede Tijden, Slechte Tijden zitten. En ik hoorde dat liedje. Ik denk, ik moet het gaan draaien op de radio. En het ging toen zo hard. En toen werd het goud. En toen kreeg ik van Matt Simons in de studio een gouden plaat. Hey, maar het ziet er allemaal top uit hier in huis. Maar er is toch één plekje waar het niet zo goed mee gaat, hè? Welkom in mijn badkamer. Hartstikke leuk. Hier sta je iedere ochtend op. Iedere ochtend om 4:15 sta ik hier te douchen. Zo. Ja, en iedere ochtend denk ik weer, ik heb meer opslagruimte nodig. En dan het liefst opbergruimte die onder deze wastafel en om deze zwanenhals past. Dus er moet een op maat gemaakt kastje onder. Oké. En dat ga ik niet zelf een beetje voor elkaar krijgen. Daarvoor zijn we hier, dus dat gaan wij vandaag doen. Fijn. Ja.